Zowel bij het Nationale Monument in Vijfhuizen als bij het Zonnebloemenmonument in Hilversum werd de vliegramp met lijnvlucht MH17 van Malaysian Airlines op 17 juli 2014 herdacht. Sprekers op beide locaties benoemden het afschieten van een bukraket door pro-Russische separatisten in Oekraïne een oorlogsdaad. Hilversum verloor 15 inwoners als gevolg van die beschieting. Nade 3. Op beide herdenkingslocaties werd gesproken over de lopende rechtszaken en de zoektocht naar gerechtigheid. Bij dit herinneringsmonument, bestaande uit 15 bronzen zonnebloemen, spraken burgemeester Van den Top en pastoor Dresmee. De burgemeester las onder andere het gedicht dat toenmalig stadsdichter Robert Grijze schreef ter gelegenheid van de onthulling van dit monument in 2016. Tel de bloemen. 15 keer een leven stilgezet. De een volop in bloei, de ander nog niet aan ontluiken toe. Zo waren ze. Zo staan ze nu in dit kleine park in hun eigen stad. Dicht bij elkaar. Een groep, een kring. Voor eeuwigheid gesmeed. Op deze plek mogen ze blijven. Terwijl de fonteinen hun gang gaan en de klok in de hoogte verder tikt. Blad tegen blad brengen ze rust. Raken ze het hart van iedereen die hier langskomt. We kunnen naar ze kijken wanneer we dat willen. Naar ze luisteren als we daarin geloven. De bloemen die ooit mensen waren staan hier voor ons. Ze zoeken de zon. Niets kan dat nog veranderen. Gehoord te worden. Hoe belangrijk is het om verder te kunnen leven? Om gehoord te worden staan we hier, voor de nabestaanden. Voor hen die meeleven met deze verschrikkelijke ramp. Het is 8 jaar geleden gebeurd. Het was oorlog, maar het was nog niet bekend. Doordat de MH17 op die fatale 17 juli 2014 is neergeschoten, wisten we niet. Er is daar oorlog. In Oost-Oekraïne. En nu weten we het allemaal. Oud-burgemeester Broertjes las de namen voor van de 15 Hilversummers die bij de ramp omkwamen. Quinn Schansman, 18 jaar. John Allen, 44 jaar. Sandra Allen Martens, 44 jaar. Christopher Allen, 16 jaar. Julian Allen, 14 jaar. Ian Allen, 8 jaar. Charles Smallenburg, 55 jaar. Therese Smallenburg-Brouwer, 50 jaar. Carlijn Smallenburg, 15 jaar. Bechter Smallenburg, 11 jaar. Erik van Heiningen, 54 jaar. Tina Mastenbroek, 49 jaar. Zeger van Heiningen, 17 jaar. Gerrit Menke, 70 jaar. Mary Menke Binel, 65 jaar. Na een korte stilte staken eerst de naaste nabestaanden en daarna de andere aanwezigen hun zonnebloemen tussen de paarse bloemen rondom het monument.